Op 17 mei kwamen de Boost-jongeren samen voor een slotatelier van het derde jaar Boost. Een jaar waarin de studiekeuze centraal stond. Vandaag gaan we een beetje advies geven aan elkaar. We gaan werken rond competenties. De jongeren staan allemaal voor een belangrijke keuze, namelijk ze moeten volgend jaar gaan verder studeren. En dan is het belangrijk dat ze kunnen terugblikken op die 3 jaar en dat ze vooral ook van elkaar kunnen leren. 3 jaar geleden was ik gewoon, ik ging in de groep en dan, ik gaf niet mijn mening, dat was gewoon zo, ik zat daar, ik volgde en nu is dat totaal omgekeerd. Ik durf meer, mijn zelfvertrouwen is, ik weet niet hoe hard gestegen, ik weet het niet. Het was 3 jaar lang dat ik immens veel heb ontdekt en gedaan. Nieuwe dingen, nieuwe ideeën ontdekken die ik in mijn normale leven nooit zou ontdekken. Els, ik begin te vliegen wanneer ik lees. Ze zijn heel jong als ze toekomen, ze zijn 14, 15 jaar. En nu worden ze student. Dus ik vind dat die allemaal wel heel sterk geëvolueerd zijn. Soms heb jij zelf moeilijkheden om je talenten, om je karakter goed te leren kennen. En dan is ja, de visie van de anderen is soms wel belangrijk voor dat. Alle competenties die op dat bord staan, die kloppen in mijn ogen ook wel. Ik verwacht eigenlijk en ik hoop ook van ganser harte dat de studenten ja, hun droom kunnen waarmaken en echt kunnen gaan voor de studiekeuze die ze op dit moment voor ogen hebben. Dus het is sowieso spannend afwachten. Ik zal volgend jaar handelswetenschap studeren in KU Leuven Campus Brussel. Ik zie mezelf wel in een topbedrijf, mogelijk Colruyt, mogelijk een ander bedrijf, te werken. Dat wel. Of mijn eigen bedrijf.